Mark Schaap, middenvelder van Bas. Jullie winnen met 1-0 van Zeewolde. Zoals ik het gezien heb, twee ploegen met een hoop strijd, maar weinig gecreëerd. Nee, dat klopt wel. Wij hebben, als je denk in het verleden alle resultaten kijkt, zijn nooit echt denderende uitslagen tegen Zeewolde. Het was gewoon ja, redelijk strijd en vechten. En we staan natuurlijk altijd weer niet zo heel rooskleurig. En die overwinning was ook wel redelijk belangrijk, zodat we nog een beetje die aansluiting naar de top krijgen. Dus hard voor gevochten. Jullie begonnen goed. Het eerste kwartier was voor jullie, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. En ook meteen die goal. Volgens mij was die eerste kwartier, denk ik. Viel die in. Ja, nog net aan. Ja, daarna kakte we een beetje in. Toen had ze Wolde, denk ik, was gewoon de betere ploeg. En ook de tweede helft vond ik ze, denk ik, met de bal waren ze gewoon veel. Ze werden niet echt dreigend of gevaarlijk, maar ze hadden wel de overhand in de wedstrijd, volgens mij. Het doelpunt, een cadeautje, dus, want daar hadden jullie verder niet zoveel mee te maken. Nee, we zijn ook al niet heel goed in scoren dit jaar, dus als wij het niet doen, dan doet de tegenstander het wel voor ons. Tweede helft, degene die dichtst bij het doelpunt is gekomen, ben jij nog geweest twee keer, denk ik. Ja, nou, dat klopt wel, denk ik. Twee keer een beetje vanaf rechts. Maar ja, mocht niet baten. Vond je van je eigen spel? Nou, ik had met die team van hun had ik wel redelijk strijd. En hij sloeg mij vaak op en ik hem. Dus volgens mij konden we alle twee niet echt in de wedstrijd komen. Je zei al, die overwinning is lekker. Jullie staan nu goed in de middenmoot. Betekent dat de rest van het seizoen saai middenmoot voetbal in Biddinghuizen? Nee. We willen echt proberen in ieder geval naar die top te gaan. Ik denk als we volgende week nog een keertje winnen, dan staan we in ieder geval tegen die subtop aan. En dan komen het half jaar weer eens kijken hoe ver we omhoog kunnen kijken. Want het scenario lijkt erg op dat van vorig seizoen. Een matig begin en jullie beginnen aardig omhoog te komen. Ja, we hadden het laatst ook nog over. En het is die start, ik weet niet, dit jaar was het ook heel vreemd. We hadden dit jaar in vergelijking met vorig jaar echt goede voorbereiding gespeeld. Alleen die start die was gewoon gelijk weer drama. En dan zie je me langzamerhand dat er iets vaster worden. Mensen krijgen vaste posities en dan krijgen we die lijn wel weer naar boven. Maar het zou mooi zijn als het een keertje vanaf het begin af aan goed staat. Ja, want waar richten jullie je nu op? Toch nog een na-competitieplekje? Ja, nou kijk, die periodes die kan je natuurlijk altijd pakken. Zo hebben we het vorig jaar ook geflikt, laatste periode.